Dag dames en heren. Ook vandaag weer flink wat ruimte voor de zon. Ook wel wat wolkenvelden en het bijzonder warme weer van de afgelopen tijd, dat ligt inmiddels achter ons. Maar ook vandaag weet op veel plaatsen het kwik toch weer uit te komen op meer dan 20 graden. Ja, en met het zonnetje erbij is het dan vandaag natuurlijk toch weer genieten. De meeste wolkenvelden die zien we vandaag in het westen van het land. Zowel in de ochtend als in de middag schermen die bij enige regelmaat de zon af. Maar het blijft overal droog. De meeste zonneschijn in het binnenland. Bij tijden breekt die zon echt nog goed door. En omdat er weinig wind staat, loopt de temperatuur toch hoog op. 18, 19 graden vlak aan zee. Het wordt zo'n 21 graden in Drenthe. En in het oosten, zuidoosten, daar wordt het nog zo'n 23 graden. En zoals gezegd, er staat weinig wind. De wind die waait vooral uit een westelijke richting. Vooral later op de dag. Zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Morgen steekt er een noordoostenbries op. Die wordt matig, 3-4 boven. Er zijn wat wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Er zou een spetterbuitje kunnen vallen. De dagen daarna ook droge weercondities. Met van tijd tot tijd ruimte voor de zon. En onder invloed van een hoge drukgebied is het heel rustig. 'Smiddags een graad of 16. De nachten, vooral in het weekend, worden wat frisser. En misschien dat er maandag weer eens een keer een paar spatjes uit de bewolking vallen. Verder blijft het de komende dagen dus gewoon droog. Fijne dag.